Met nieuwelingen Philip Courto en Bradley Kouwas en ploegspeler Nigel Hasselbaink in de basis neemt Excelsior het op tegen het Westlands elftal. En ook hij is er nog steeds. Aanvoerder Sander Fischer verlengde zijn aflopende contract met één seizoen en is hier al vroeg in de wedstrijd trefzeker. En dus de vroege voorsprong voor de Kralingers. De wedstrijd in het hete Hoek van Holland duurt 2 keer 35 minuten. En hier doet het regioteam zowaar iets terug. Een eigen doelpunt van Elso Brito. En zo is hij voor het eerst als doelman van Excelsior gepasseerd. In de tweede helft, Excelsior leidt dan inmiddels weer door een doelpunt van Awassar, helpt het Westlands elftal een beetje. En daar profiteert deze Derril van Mieghem van. En het geklungel achterin is nog niet voorbij. Dit keer profiteert Tom van Weert, de topscorer van vorig seizoen. En zo krijgt Excelsior de voorsprong dus in de schoot geworpen. Uiteindelijk scoort Excelsior nog 2 keer, doet ook het Westlands elftal nog iets terug. En zo wint Excelsior de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 6-2.